zijn vanavond in Zuiderwoude, waar de Catharina Ring uitgereikt gaat worden. Hoe is het om dit te organiseren zonder Rieks erbij? Nou, best heel lastig. Rieks was natuurlijk een unieke persoonlijkheid die je ontzettend goed kon organiseren. Mensen betrekken bij datgene wat hij wilde. Ja, en natuurlijk een hele creatieve geest had. Ja, en dat neem je niet zomaar over. Wij moeten dat doen met een groepje mensen. En dat is best lastig. Kijk, Rieks kon goed delegeren, maar had wel zelf de regie in handen. En wij doen dat met een groep, dus dat betekent dat je meer moet afstemmen met elkaar. En dat is goed gegaan allemaal? Nou, tot nog toe zijn we redelijk op schema. We hebben nu al een concert gehad in begin november. Vanavond dus. We hebben Sint Maarten hier gevierd. We hebben op 1 december hebben wij een prachtig concert hier in deze kerk met een koor van 34 mensen. Heel leuk om dat hier te doen. Er komt hier, wordt hier een expositie gehouden van Albert Rosenburg. Met prachtige foto's uit Mali en van de Touareg. En dat is werkelijk schitterend. Dus ik wil iedereen uitnodigen om zondagmiddag hier om 3 uur aanwezig te zijn in de kerk. We schenken nog een glaasje wijn toe. Gelijk reclame maken voor andere activiteiten is ook heel goed. Ik hoor dat er dus best wel veel activiteiten zijn. Vanavond dus de Catharinering. Een speciaal programma. Nog moeite gekost om een vrijwilliger daarvoor te vinden? Nee, dat ging heel goed. Wij hadden zoiets van, kunnen wij Catharinaavond doen zonder Rieks? En toen zijn we toch weer bij de achterban terechtgekomen. En mensen die toch wel ideeën hadden en zeiden van, ja, het is zo leuk om die ring uit te delen. En dan moet je wel iemand hebben die die ring in ontvangst kan nemen. En dat is in dit geval is het fantastisch. Hebben we iemand gevonden die dat toch heel goed kan. En is ze al op de hoogte? Ja, ze is op de hoogte, want anders ja, dan krijg je hier niet. Maar het is ook heel leuk. Het is ook iemand die het ook echt verdient. En ja, dat is het leuke van deze Catharinaring. Nou, we zullen vanavond zien wat ze dan allemaal gedaan heeft om in aanmerking te komen voor deze ring. En de vrijwilligers in Waterland, ik zou zeggen, doe je best. En misschien kom je in de toekomst ook wel in aanmerking voor de Catharinaring. Of je nu Catharina heet, Rina, Katinka, Katja, Katie, Katrien, Trien, Treintje en wat dan ook. U bent van harte welkom hier. U bent naar haar vernoemd. Gefeliciteerd. Want het is een heel bijzondere wijze, het is een heel bijzondere vrouw waarnaar u bent vernoemd. Op de avond van haar naamdag komen we in Zuiderwoude bij elkaar op de plaats waar eens de Catharina-kapel stond. Lang, lang geleden. Overigens stond hier niet alleen eens de Catharina-kapel, maar ook een keer een Laurentiuskapel. En na de restauratie van deze kerk ongeveer in 2005 is er een echte heiligenbattle hier gehouden. En hebben Catharina en Laurentius om de eer gestreden om hun naam te mogen geven aan deze kerk. En het feit dat wij hier vanavond zijn, geeft aan dat Catharina als winnaar uit de bus is gekomen. En sindsdien vieren we elk jaar haar feest. Om haar te danken en te eren. En om iemand die in doen en laten in haar traditie staat, ook in de bloemetjes te zetten en te eren. Daar een heel blok met mensen die eer alles hebben gehad en een nieuweling in dat gezelschap. Wij wensen u een hele prettige avond en Noodweer zingt met ons het Catharina-lied. Oh.
is toch wel even een moment, hè, dames en heren, zo'n heilige. Het was toch wel een hele bijzondere dame. Zij was, ik geloof, een jaar of 15 las ik. En toen kende ze al alle werken van Plato uit haar hoofd. Oh, daar komt ze. Nogal een dame. Met haar rat. Prachtig uit. Het wiel is wel kapot nu, hè? Het is stuk. Het wiel is? Ja. Goddank. Ja. Daar zit een man, ja. Hij heet Karin. Okay. Mag hij daar zitten? Ik weet niet hoe dat heeft kunnen gebeuren. Het spijt me enorm. Gerard, daar zit een man. Dus je bent die daar is? Alleen maar door één man loopt het allemaal. Ja. Nou, oh, één man kan zoveel in het onderwerp. Ze heeft 50 vrouwen. Bijzonder, er is ook weer een man. Mag je vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren? Het is Sint-Laurentius natuurlijk. Sint-Laurentius. Goedenavond. In plaats van Zwarte Piet. Laurentius, je zit van mijn streek. Johan. Zit gekomen lopen. Johan. Och. Remun. Van Remun, joh. Ja, van Remun. Oh, heb ik een keer. Ja, dat weet ik. Ja, dat de kathedraal. Ja, dat weet ik. De kathedraal. Maar, we zetten even het Nederlands om. Sint Laurentius, dames en heren. Goed. Nou, waarom bent u zo alles aan het uitdelen eigenlijk? Nou, ik ga over de armen van de parochie. Het is mijn opdracht om het geld van de parochie te beheren. Ach ja. Ja, en toen werd opeens de keizer van de Janus, die had het inderdaad in de kaart in het geld.
En die heeft die hele zooi opgepakt. Ze zijn allemaal onthoofd en vermoord. En ik moest naar huis om het geld op te halen. En dat was omdat de christenen werden verguisd. Hè? Ja, maar paus Sixtus had een mis opgedragen en dat mocht helemaal niet. Dus kop eraf, allemaal. Ja. En ze hebben nog een hele tijd het volgehouden in de ondergrondse, in de catacomben, hebben we daar misgehouden. Maar toen werd ik erop uitgestuurd om thuis het geld op te halen. Maar ja, ik had het al uit te doen. Ja, dat was zo slim, want dat was het verhaal dat u... Ja, inderdaad, want u moest het goud gaan halen en de heilige boeken en zo. Is dat, en dat heeft u gauw uitgedeeld aan de armen. Ja. Oh, Katharina. Ja, goed. Nou, dan, ja, we waren hier eigenlijk bezig met de uitreiking van de Katharina-ring. Met de verering van Katharina. Ik wil niet, mag ik wat vragen? Waar is die dominee die hier dit allemaal over gezien? Ja, die dominee heeft gemeend naar Culemborg te moeten gaan. Het spijt me enorm, ik probeer het in boven te nemen. En het gaat gewoon, want er zijn zoveel mensen die nog allemaal... Ik vind het hier een beetje zielig, want sinds die dominee weg is, ik vind het hier een bende in deze kerk. Deze kerk wordt een beetje klein, als ik het zo zeggen mag. Nou, ik vind eindelijk wordt recht gedaan aan de tweede patroon van deze kerk. Want die was van Katharina en Laurentius. Ja. Daar heeft hij wel een beetje gelijk in, ja. En er lopen hier wat heilige rond in een protestantse kerk, is ook raar natuurlijk. Ja. Maar goed, af hè. Maar het was vroeger katholiek hier hoor. Ja, ja, dat wordt gezegd. Maar dit gebouw waarschijnlijk niet. Maar eigenlijk, maar Katharina heeft gewonnen, dat heb ik daar straks gehoord. Katharina heeft eigenlijk gewonnen. Dat is waar, hè? Dat is de kermis van dames. Zeg er iets! Waar zijn de Katharina's? Paardjes, taartjes, trientjes, streentjes? Karin? Ja. Zit er niet één Laurens hier? Niet één? Nee. Nou, laten we het in ieder geval met de mantel der liefde bedekken allemaal. Is dat goed wat u betreft, Katharina? Ja, dan moet ik een beetje verering weer gaan voelen. En wie weet, geef elkaar de hand. Geef elkaar de hand als symbool van vriendschap. Laten we het proberen, anders krijgen we weer een godsdienstoorlog. Dan zitten we echt niet op de wacht. Oeh, ik ben patrones der kuisheid, weet u dat wel? Maar we zijn hier in een kerk, beste Katharina. En ik ben erbij. Joh, het zegt tegenwoordig ook niet. En gedraagt. Mag ik nu overgaan tot het werkelijke hoogtepunt van de avond, als jullie het niet erg vinden? Ja. Hier zitten bij de zusters, mijn werkelijke zusters. En hier zitten de martels die niet mogen. En dat zijn heel erg belangrijke vrouwen. De meeste krijgen nooit een lintje. De meeste koken gewoon omdat er gekookt moet worden, helpen omdat er geholpen moet worden, brengen brieven of post rond, of hoe je dat, kerkbladen rond, omdat er kerkbladen rondgebracht moeten worden. Die doen gewoon op bepaalde momenten wat er moet. En deze dames krijgen mijn ring, de Katharina ring. Vanavond gaat zich iemand voegen aan in dit illustere gezelschap. Dus ik vraag de ringdraadster van 2013, Henny van Geel, om op te staan en bij mij te komen. Vinden ze zo'n vrouw die altijd doet wat er gedaan moet worden? Een van de gastvrouwen in de Lutherse kerk uit de illustere dagen van Areopagus. Ze deed administratie van de bijeenkomsten, geloof op het Zuideinde. Heb ik gelijk? Hier staat onbezolderd reisleider, maar nog belangrijker steun en toeverlaat voor de administratie van de reizen die gemaakt werden met de Areopagus. En dan niet te vergeten het innen van het geld van de reizen. En misschien de pièce de résistance was door haar hulp van de organisatie van het grote en succesvolle uitreiking van het lied ter kerken in Monnikendam. Alom geroemd door haar vasthoudendheid. Want kijk, dit klinkt allemaal heel bescheiden, maar dat is niet waar. Want als jij eenmaal begint iets te organiseren, dan laat jij niet af totdat het echt georganiseerd wordt. Als er geld geïnd moet worden, laat jij niet af tot het laatste dubbeltje geïnd is.
En, dat weet ik uit ervaring, als er liedboeken uitgereikt moeten worden aan mensen die het liedboek nog verdienen, laat jij niet af tot de laatste persoon nog het liedboek in ontvangst kan nemen. En daarom, zit in mijn recht, ben je een hele welverdiende ringdraagster 2020 en mag jij voortaan plaatsnemen in dit eervolle gezelschap van dames. En nee, man, maar ik ben vanavond vergevingsgezind, dus die mag ik blijven zien. Jij mag je nu noemen, een warm applaus. En... Van harte gefeliciteerd ook namens de Omroep PIM. Wat vind je ervan? Ik vind het een grote verrassing. En ja, ik was helemaal eigenlijk overdonderd doordat ik daarvoor genomineerd was. Ik vind het ook erg leuk. Je was van tevoren? Ja, een klein tijdje van tevoren. Niet zo lang. Dus ik hoefde er niet ook zo lang mee te tobben. Min of meer, ja. Ja. Vind je het leuk zo'n avond? Vind je één. Staat, je staat in het midden, het punt van de belangstelling. Anders dan die altijd op de achtergrond actief is. Ja, maar het is niet zo erg. Het duurt ook niet zo lang. En ik vind het wel leuk dat je op deze manier toch een klein beetje weer in de schijnwerpers ook komt. Het hoeft niet zo lang. En ik werk graag achter de schermen. Maar ik vind dit wel een hele leuke uiting van dat de mensen het waarderen. Ik zie dat je ervan straalt, dus je vindt het erg leuk. En, veel plezier ermee en nog veel succes. Dankjewel. Dankjewel.